Nou, en we zijn dus weer bij onze lieftallige Marcel aanbeland. Met zijn vogeltjes. Ja. Ja. Is mooi. Echt heel mooi. Ja, lieve vrienden, mijn camera die staat een beetje te ver naar achter, vind ik. Ik weet het niet hoor. Zo, en trouwens hier is een hele goede middag. Hè. Ja, het is 13:26 en de tijd houdt geen schaft als je zelf stil zit. Ik heb net mijn broodje op en we gaan Rijke uitlaten en we gaan met Rijke de stad in en jullie gaan gezellig mee. Maar of ik al ga vloggen, dat weet ik niet. Nee, want het is maar net, want de regen valt ook om te grijpen, ja. En als het regent, kan ik niet vloggen. Nee, want die camera kan niet tegen water. Nee. En ik heb ook geen hoedje erbij. Ook niet. Nee. Nou, je kan er niks aan doen. Maar ik wens jullie natuurlijk ook weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, ja. En ik ben Corinna Luisterburg de Jong. Mijn hondje, nou ja, die is net zo gek als ik, die heet Rijka. En dan heb ik twee poezenbeesten. Eén heet Kandalf. En die zit nou te zeuren van ik wil eruit. Maar hij mag er niet uit, want hij is de hele nacht eruit geweest. En ik wil hem niet achter me aan hebben lopen te sjokken de stad in. Nee. En dan hebben we onze prinses Eeuwen nog. Ja. En samen vormen wij gewoon Corinna en de Beestenboel. En let wel, Corinna. Schrijf mij zo. C-O-R-I-E-N-A. Ja, Corinna, het is ouderwets geschreven met een I en een E en niet alleen nog de I. Nee, zo heet ik niet. Nee, ik heet Corinna voluit met IE. Zo behoort men het te schrijven, zo hoort men mij op te zoeken met IE. En daar zijn er maar heel weinig van. Er zijn er wel meerdere hoor die zo heten, ja. Komt ze wel eens tegen hoor, maar niet veel. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik doe dat ook. Ik hoop ook dat jullie van mijn dagen genieten die jullie zien op YouTube, op mijn kanaal. Ben je nog niet geabonneerd? Nou, moet ik even zien hoor, hoe dit filmpje komt te staan. Dat moet ik omdraaien. Ja, dan komt het aan die kant geloof ik te staan. Dan onder, aan de rechterkant, als je er zo voor zit... staat het daaronder voor mij. Als ik voor mijn pc zit, zit het daaronder, ja. Nou, dan is daar een knopje. Daar kun je op abonneren. Druk daar dan even op, als je dat nog niet gedaan hebt. Dan komt er een leuk belletje tevoorschijn. Lijkt een beetje op een kerstbelletje, weet je wel. Nou, en daar druk je dan ook op. En dan krijg je iedere keer weer even een seintje van dat ik, of tenminste YouTube... weer wat heeft online gezet van mij. Nou, dan kun je kijken of je kan niet kijken. Het is maar wanneer jij tijd hebt. Maar je weet er in ieder geval dat er weer een filmpje online staat. Ja. En ik zou zeggen, maak reclame voor mij. Als je mij leuk vindt, mijn kanaal. Nou, geef mijn link maar door hoor. Ja, hoe meer zielen erbij komen, des te meer vreugde we hebben. Ja. En ja, het zonnetje begint er ook doorheen te komen, maar toch trek ik mijn regenjas aan. Die heb ik niet voor niks gekocht. Nee, en ik kan nog gelijk zien of die droog, wel droog is. Ja, dat die niet er doorheen regent, dat het er niet doorheen regent als het al gaat regenen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Gaan wij ook doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Nou, en we zijn dus weer bij onze lieftallige Marcel aanbeland. Met zijn vogeltjes. Ja, ik ben maar op afstand gaan zitten en aan de andere kant vanwege madame Rijka. En ik ben even ingezoomd een beetje op die. Zo, mooi ja. Is mooi. Echt heel mooi.
En Rijka, die heeft ze dus nog niet echt goed gezien. Die weet ook nog niet dat ze kunnen vliegen, et cetera. Dus het is afwachten. En dan heeft hij achter de auto nog een babyuil staan. Ja. Niet te dichtbij met jou, dame. Hé? Niet te dichtbij met jou. Is zo mooi, hè? Ja. Nee, je blijft hier. Nou, eindelijk maar toch hebben we de uiltjes weer. We zijn op bezoek, hè? Zo traurig eigenlijk op de job. Ik hier. Nou, we gaan er weer verder, want anders zit ik ook met Rijka. Dus we lopen verder. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis aanbeland. Het was maar een kleine markt, maar gelukkig was Marcel er. Ja, ja, en dan was ik toch wel weer even in mijn opjes. Ja, met die mooie dieren van hem. Dat, ja, en hij heeft het weer druk, druk, druk. Alsof de corona niet eens meer bestaat. Nou ja, oké, prima, maar die is er nog steeds, ja. Het is nog steeds die stomme anderhalve meter uit elkaar, waar ik ook zo'n hekel aan heb. Want ja, hoe zit het als jij, je kan niet eens niet fatsoenlijk gaan daten meer en verliefd worden of wat dan ook. Dat kan niet, dat mag niet, want je mag niet dichter dan anderhalve meter naar elkaar toe. Oké, je kan elkaar dan nog met een hand geven, maar dat mag niet, nee. En je kan elkaar geen kusje geven als je elkaar toch lief vindt, mag allemaal niet, nee. Rutte, waar ben je mee bezig? Ja, achterlijk gedrag. Kom op, voorheen hadden we ook geen anderhalve meter. Nu ook niet. En ook al is er corona, ja, en? Boeien, lekker belangrijk. Het is een andere naam dan de griep. Maar aan de griep kunnen we ook doodgaan. Gebruik je verstand, man, en de rest daarbij je. Jongen, nog zo. Maar oké, ik heb toch wel weer even genoten, maar het is drukkend. Het is benauwd. Ik heb mijn eigen, ik weet niet wat, lopen zweten, want mijn blouse hangt drogen. Hij is nog schoon, maar het was nat van het zweet. Dus ja, die moet de was in. Maar dat gaat niet wanneer die nat is. Nee, maak hem eerst droger dan de was in. Ja. Ik had die eronder, omdat ik dus die regenjas aan had. En ik weet, een regenjas kan zweten van dat spul. Maar helemaal, nog een toe. En dan zitten de luchtgaten er ook nog in. Weet je wel, om de arm nog weet ik van waar. Ik heb ze gezien, maar in ieder geval. Ik zweet hem, ik weet niet wat. Nou, dat is niet prettig, nee. Nou, dat lekker onder de douche. Hé, joh. Ja, doe ik niet mijn haar hoor. Nee, nee. Mijn haartjes niet. Hm?
moppie. Oh, zo'n moppie gevraagd. Nee, doe maar weer. Nee, dan heb ik de computer nou aangedaan en ik heb een bak koffie. Dat ik ga weer film in elkaar zetten en misschien dat ik wel meer in elkaar weten zetten. Dat ik dat voor elkaar krijg gedaan. Ik zie het wel. Moet de camera nog steeds leeg? Ja, ook dat nog. Maar, komt goed en ik moet eventjes de GoPro leeg. Want eergisteren zijn we weg geweest. Dus ja, dat moet ik eventjes in een map doen van zondag. Ja, en de datum erbij. Anders weet ik dat niet meer. Nee. Maar oké, het komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou jullie goed. Geniet van alles, ondanks dat het hier, in, ja, misschien bij jullie de zon schijnt, maar hier dus niet, hè. Af en toe komt hij tussen een wolk even gluren, maar voor de rest is er geen zonneschijn. Het is enkel benauwd. Ja, dat wie weet komt onweer. Nou ja, zo voelt mijn hoofd wel. Maar kan ook de pret niet drukken, nee hoor. We gaan gewoon door met die bananen, ja toch? Ja. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doorgaan. En dat ga ik ook doen. Ze zeggen het later. Rijka die ruikt wat. En die vindt het niet leuk dat er af en toe zo'n vogeltje hier op de schutting wild gaat zitten. Nee, het begint een beetje te grommen en ze weg te jagen. Maar ja. Vogeltjes zijn niet bang hoor. Nee, want die kunnen vliegen. En onze lieve heer heeft Rijka geen vleugeltjes meegegeven bij de geboorte. Wel vier pootjes om op te lopen, maar nog geen vleugeltjes. Nee. Dat sprookje kun je voorbij laten gaan. Ja. En Nero zit er ook eentje te miauwen. Ja, kind. Oh ja. Oh. Weer zo'n heel groot verhaal. Hé? Ja. Ik zie geen vogeltjes nu. Er waren er net een paar musjes en die jaagden ze weg. Ik denk, wat is dit nou? Gewoon zo. Ros. Heel zachtjes te blaffen. Ja, er zijn ook wel andere insecten, zoals bijen, weet ik veel wat, en vlinders en wespen. En daar ben ik zelf zo bang voor, wespen en bijen. Moet ze niet in mijn huis hebben. Hé, Rijka? Rijka? Kiekeboe. Ja, en ik ben druk bezig aan het renderen, ook dat nog. Film in elkaar aan het zetten. Zoals jullie daar zien, ik ben nog niet klaar. Maar het komt allemaal goed. Even een kleine pauze, koffie gestaan, heb ik net ingeschonken. Ja! Vertel. Nee, doe je het niet? Wat verdik je. Ja. Hé? Nee? Kiekeboe. Ik vraag me wel eens af wat er in die kopjes van die dieren omgaan. Waar ze aan denken. Meer dan wij. Ja, ook insecten. Die hele kleine dingetjes. Wat is daar dan met? Kiekeboe. Nee hoor. Kijk het misschien toch wel even.
Ah, oh, wie is dat? Ga dat staartje heen en weer, want ze hoort bekende stemmen. En door dat gaatje ziet ze ook de bekende. Nou, lieve vrienden, ik hou er weer mee op, want ik krijg even bezoek. Ja. Oh. Er is niks.